Ik ben Paul van den Bos, in sportmiddels vooral gekend als coach van een aantal topsporters. Vandaag renners van Lotto Soudal zoals Tim Welles, Thomas de Gent, een aantal jaren geleden van Sven Nys. En ik ben oprichter van Energy Lab, dat opgericht is in 2009. En Energy Lab is een bedrijf dat focust op de begeleiding van recreatieve sporters, topsporters. Wel, het is duidelijk dat fysiek fitte mensen, dat die ook minder last hebben van een heel aantal aandoeningen. We zien het vandaag ook, de gevolgen van COVID-19. Het zijn vooral mensen met onderliggende aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, zoals obesitas, diabetes type 2, die heel dikwijls te maken hebben met een eerder ongezonde levensstijl. En het is dus duidelijk dat mensen die een gezonde levensstijl aankleven, waarin beweging een heel belangrijke rol speelt, dat ze dus eigenlijk ook veel meer weerbaar gaan zijn tegen onder andere die infecties. Het is natuurlijk ook zo dat mensen die veel bewegen, dat zij ook een impact hebben op hun mentale veerkracht. Er is een onwrikbare band tussen het fysieke en tussen het mentale. En mensen die fysiek fit zijn, die gaan mentaal ook veerkrachtiger zijn. En mensen die mentaal sterk zijn, die gaan ook fysiek sterker zijn. Excuseer. Ik zie dat bij mijn topsporters. Een topsporter die mentaal sterk is, die kan je als het ware niet kapot trainen. En een topsporter die fysiek heel goed getraind is, die gaat ook mentaal heel sterk staan. Dus die band is niet alleen daar in de topsport, maar die vinden we natuurlijk ook bij de dagelijkse sportbeoefenaar. We zien dat vandaag in die coronatijden toch heel wat mensen meer gaan grijpen naar meer lichaamsbeweging. We zien dat bij ons in Energy Lab met ons Start Run app. Dus dat is in Nederland heet dat lopen met Evi, met Evi Gruijaard. Maar wij zien dat in de lockdown maanden dat het aantal downloads van die app maal 3 is. Dus mensen zijn wel tot het besef gekomen dat meer beweging, een gezonde levensstijl, van cruciaal belang is voor hun algemene gezondheid en ook met wat er gebeurt met het COVID-19, met het virus. Voor onze gezondheid hoeven we niet te trainen, we hoeven niet te sporten voor onze gezondheid. En dat is misschien een heel groot verschil, want sporten is wel bewegen, maar bewegen hoeft niet sporten te zijn. En als mensen beseffen dat bewegen, en dat is onder andere stappen, dat is fietsen. Maar stappen naar de winkel, dat is fietsen naar de winkel, dat zijn klusjes doen in de tuin. Dat al heel wat is voor een gezonde levensstijl, zonder dat ze zich moeten gaan afpeigeren, zoals ze moeten doen om een marathon voor te bereiden. Dus dat hoeft allemaal niet. En ik denk, als mensen enerzijds gesensibiliseerd worden om te bewegen, en dat ze ook ervaren wat het doet met hun lichaam, fysiek en mentaal, en als ze anderzijds realiseren dat ze dat al kunnen doen met een gematigde lichaamsinspanning, dan denk ik dat heel wat mensen gaan vertrokken zijn om dat voor de rest van hun leven te blijven doen. Natuurlijk, wat daarnaast nog heel belangrijk is, dat is het doorbreken van ons zitpatroon. Want je kan eigenlijk helemaal voldoen aan de beweegnorm, maar toch de negatieve effecten hebben van een sedentair leven. En wat is een sedentair leven? Veel te lang ononderbroken blijven zitten. Dus je moet naast dat beweegpatroon ook nog je zitpatroon heel regelmatig doorbreken. Dat wil dus zeggen, elke 45 tot maximum 60 minuten recht staan. En niet zomaar recht staan, 20 seconden recht staan, maar toch eens even actief zijn. Ik raad de mensen aan, loop even een trap op en af, of twee keer een trap op en af, tijdens dat doorbreken van het zitpatroon. Je kan eventueel 10 onbelaste squats doen, dat wil dus zeggen door je benen zakken en terug recht staan. Je kan een paar push-ups doen, maar wees een beetje actief tijdens dat doorbreken van het zitpatroon. Er wordt heel veel gezegd wat wij niet mogen. Er worden heel veel restricties opgelegd. En dat is oké, die moeten opgelegd worden om het virus te bestrijden. Maar wat kunnen wij positief doen om het virus te bestrijden, om de gevolgen ervan beter te kunnen verdragen?
Wel, dat is een gezonder levensstijl. En er moet veel meer ingezet worden door de overheid op die sensibilisering. En er is ook een enorm belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. Hè. Het is niet zo dat het onderwijs verantwoordelijk is voor de toenemende obesitas of toenemend overgewicht van kinderen. Onderwijs is niet verantwoordelijk voor de toenemende bewegingsarmoede bij kinderen. Maar het onderwijs heeft een heel grote verantwoordelijkheid om die trend om te buigen. Om uiteindelijk te komen tot een veel gezondere maatschappij. Maar dat is natuurlijk op lange termijn.